GP. GP staat voor gouden product. Een gouden product, dienst of service. De dag van vandaag moet je onderscheidend zijn met je product. Je moet een product leveren of een service bieden of een organisatie zijn die anders is dan de anderen. Want als je zij zoals alle anderen, waarom zou dan de markt bij jou komen kopen? Je moet je onderscheiden. Wat is het succes van bijvoorbeeld de iPhone? Op een zeker moment komt een organisatie met de naam Apple, die komen op de markt en die brengen dus de iPhone uit. Weet je nog, jaren geleden? En er is nooit, zijn er zoveel mobiele telefoons, van die smartphones, verkocht sinds, hè, sinds mensen, iPhone die komt op de markt, boem, en die pakken ineens voor een groot stuk de markt. Hoe komt dat? Dat komt omdat die iPhone had bepaalde features die de meeste smartphones niet hadden. Je had bepaalde handelingen kon je ermee doen dat je niet meer een andere telefoon kon doen. We spreken niet meer over een mp3-speler, we spreken de dag vandaag over een iPod. En zo was er ook de iPad. En zo was er de iPhone. En Apple is de dag van vandaag een van de rijkste bedrijven ter wereld, omdat ze vooral innovatief zijn. Ze zijn onderscheidend. Dus mijn vraag aan u is, hoe kun jij nu onderscheidend zijn met uw company? Hoe kun jij met je product, je dienst of je service, wat je levert, onderscheidend zijn? Ja, en dan zeg je, maar Karel, ik zeg maar een bakkerij, hè? Hoe kun je daar nu onderscheidend zijn? Wel, in de omgeving waar ik woon, ik ga zondags wel eens een broodje kopen bij de bakker, dan stel ik vast dat daar een bakkerij is, waar ze zondags tot buiten staan aan te schuiven. Tot buiten staan ze aan te schuiven. En aan de overkant van de straat, daar is een andere bakkerij. En daar kun je gewoon binnenlopen. En dan kun je ook een broodje bestellen. En dan moet je niet aanschuiven. Hoe komt dat bij die ene bakkerij zoveel volk staat en bij die andere niet? Omdat ze onderscheidend zijn op alle niveaus. Er wordt koffie aangeboden, je kunt er ook iets eten. Je hebt een zicht in de bakkerij. Je ziet letterlijk het brood uit de bakkerij komen. Er hangt een bepaalde atmosfeer, er wordt genetwerkt. Er kun je krantje lezen terwijl je koffie drinkt, terwijl je staat aan te schuiven. Iedereen wil daar zijn. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat die bakkerij onderscheidend is ten opzichte van alle andere bakkerijen. En daarom is daar volk. Hetzelfde met een slager. In mijn omgeving is een slager en er staat tot buiten aan te schuiven. En dan is daar een beenhouwerij achter de hoek en daar komt geen volk. En dat is ook zo met een plaatselijke frituur. Er is een frituur waar iedereen wil zijn. Ook in mijn omgeving is een frituur. 18 man staat daar te werken. 18 mensen staan daar te werken. En dan 500 meter verder op de baan is ook een frituur en er staat één persoon te werken en staat te wachten op klanten. Hoe komt dat? Denkt u zelf. Dat komt omdat dat ene bedrijf, welke de markt neemt, zich heeft gepositioneerd door een gouden product, dienst of service in de wereld te zetten. Door onderscheidend te zijn. En iedereen kan dat, dat hoeft daarom niet te veel geld te kosten. Iedereen heeft die mogelijkheid om onderscheidend te zijn. De dag van vandaag, klantvriendelijkheid, hè, dat kun je zelf niet meer kopen, hè. Je kunt het zelf niet als optie krijgen in heel veel zaken waar dat je komt. Ik word er gek van. Ik kom heel graag op restaurant. En ik ga heel graag eens een keer shoppen. Maar als ik mijn geld ergens achterlaat, wil ik er een bepaalde experience voor terug. Juist of niet juist? Je wilt toch een minimale service? Juist of niet juist? En zelf op heel veel organisaties krijg je die minimale service niet. Ik ga geen namen noemen, ik ga geen voorbeelden geven. Want er zou maar eens iemand in de zaal moeten zitten die mij als klant heeft binnengekregen en mij geen experience heeft gegeven. En dat is ook de bedoeling van vandaag niet. Maar ik wil u wel bewust maken. Mogelijk zijn er ook mensen die bij u nooit meer komen shoppen, omdat ze net die experience hebben gemist.